Leuk weekend gehad. Ja, jij ook? Ja hoor. Goedemorgen. Goedemorgen, Matthijs. Waar zullen we het vandaag over hebben in het journaal? Hebben jullie laatst gehoord van het nieuwe kapsel van Justin Bieber? Eerst zat hij naar links, nu naar rechts. En nu weer een plukje. Het ziet er echt niet uit. Maar daar moeten we het echt over hebben. Nee jongens, we kunnen het beter hebben over echt nieuws. Wat is er dan zoal gebeurd? Maar dat wat ik zei was toch ook echt nieuws? Ik heb gehoord dat er in Syrië erge hongersnood is. Oh ja, dat is wel interessant. Dat is helemaal niet leuk. Mensen die worden er moe van. Het is zo vaak op nieuws geweest. En het is saai en de mensen worden er verdrietig van. We moeten het gewoon hebben over Justin's nieuw haar. Laten we het anders verdelen. Dan doen jullie allebei een stukje. Dat is een goed idee, Matthijs. Oké, dan zien we je vanavond. Ik ben nu in Syrië in Mataya bij twee kinderen en ik ga vragen wat ze doen. Ik zit hier bij Justin Bieber en ik ga hem nu al vragen over zijn nieuwe kapsel. Justin, hoe gaat het met je? Ja, gaat wel lekker. Ook helemaal optredens. Waarom zien jullie er zo slecht uit? Omdat we niet hebben gegeten. Hoe lang hebben jullie al niet gegeten? Een week. En je haar. Wat heb je met je haar gedaan? Ja, ik ging naar de kapper dus. En toen had ik gewoon een blinddoek om. Ik weet niet waarom. En toen wordt het volgens mij hier zo geknipt. Maar ik weet niet. Volgens mij wel met een tondeus. En toen werd het hier gewoon, ja, met gel erin gedaan. En ja, dat was het. Ja. Waar zijn jullie ouders dan? Oh. Hebben jullie eten? Sorry, weer geen eten gevonden. Maar we hebben al 1 week niet gegeten. Maar ik heb nog wel wat koekjes bij me. En je had een blinddoek om? Ja, je moet gewoon dingen proberen en zo. Ja. Dankjewel, meneer. En Justin, hoe zit het met de meisjes? Ja, er staan er zoveel in de rij. Ik heb er gewoon echt geen zin in. En dit was het weer. Terug naar de studio. Ik heb wel zo'n goed item. Het duurt wel 10 minuten. Ik heb echt een zo leuk item van 10 minuten over Syrië. Maar jongens, de uitzending duurt maar 10 minuten. Nou, dan hebben we dus een speciale uitzending over Justin Bieber's nieuwe kapsel. Wat vind je belangrijker, het haar van Justin Bieber of Syrië? Justin. Syrië is veel belangrijker. Echt niet, Justin Bieber is veel belangrijker. Het is wereldnieuws hoor. En Justin Bieber is een wereldpopster. Die mensen die gaan dood hoor, aan hongersnood. Al die fans van Justin Bieber die gaan dood omdat ze niet te weten krijgen dat Justin Bieber zijn nieuwe kapsel heeft. Jongens, ik bepaal. Wat ga je kiezen dan? Ik kies het item van Syrië. Yes. Belachelijk. Oké, jongens, staat het item over Syrië klaar? Kunnen we beginnen? Goedenavond. Welkom bij het NOS Journaal van 8 uur. Vandaag hebben we een speciale uitzending over Syrië. Onze verslaggever Juno van Gonter is ter plaatse in Syrië. Hij is aan het kijken hoe erg de hongersnood daar is. Dat gaan we nu zien. Ik ben nu in Syrië in Mataya bij twee kinderen en ik ga vragen wat ze doen. Waarom zien jullie er zo slecht uit? Omdat we niet hebben gegeten. Hoe lang hebben jullie al niet gegeten? 1 week. Waar zijn jullie ouders dan? Oh. Hebben jullie eten? Sorry, weer geen eten gevonden. Maar we hebben al 1 week niet gegeten. Maar ik heb nog wel wat koekjes bij me. Dit was het journaal van 8 uur.